dynamiek. Ik maak al jaren vlogs en jullie weten natuurlijk dat ik slechtziend ben. Dat is ja, ook een van de redenen waarom ik de vlogs maak. Om jullie te laten zien van wat een slechtziende in het dagelijks leven allemaal meemaakt. Maar ik heb jullie nooit precies verteld wat ik nou precies heb. En hoe, dat, ja, hoe dat zich uit en waar ik dan mee te maken krijg eigenlijk in het dagelijks leven. Dus ik heb voor jullie een vlog gemaakt met wat uitleg over mijn slechtziendheid. En ook ja, waarin ik wat dingen ook naboots. Dus zo krijgen jullie een beetje een beeld van ja, hoe ik mijn leven beleef. Laat ik beginnen bij het begin. Ik ben aangeboren slechtziend. Dat wil zeggen dat ik geboren ben met staar. En dat hebben ze heel laat ontdekt en uiteindelijk ook verkeerd geopereerd, waardoor het een beetje mis is gegaan. En daardoor zie ik uiteindelijk nu met mijn rechteroog eigenlijk niks. Ja, licht en donker, maar verder functioneel niets eigenlijk. En links zie ik 0,16, als je het even in medische termen beschrijft. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik gewoon echt heel wazig zie. Verder heb ik ook een beperkt gezichtsveld. Dus eigenlijk ja, door een brede koker kijk ik eigenlijk. En waardoor ik de omgeving eigenlijk altijd moet scannen, omdat ik het overzicht mis. Nou, dit is heel kort even mijn slechtziendheid. Maar er komen ook nog allemaal andere rot dingen bij kijken. Ik heb ook last van floaters. Dat zijn van die kleine dingetjes in je, weet ik niet eigenlijk waar het in zwemt, maar in ieder geval, het zwemt door je beeld. En daar heb ik last van. Ik heb ook last van licht. Daarom zie je me eigenlijk 9 van de 10 keer met een zonnebril. En ik heb ook nog nystagmus. Nystagmus is dat je, als je ogen gewoon ja, niet stilstaan en de hele tijd heen en weer gaan. Dat is eigenlijk altijd zo als je aangeboren slechtziend bent. Dan zijn je ogen continu op zoek om een beeld te maken en te focussen. Wat natuurlijk niet lukt omdat je zo weinig zicht hebt. Ik zie dat zelf niet. Ik zie niet dat mijn beeld beweegt. Alleen ik merk wel dat dat heel vermoeiend is. Dit is het linkeroog van Annemiek. Je ziet hier de vervorming van de pupil als gevolg van operaties van vroeger. Behoorlijk aan die iris spieren getrokken. Je ziet dus echt dat pupil werkt dus niet. Dus je hebt geen hulp van donker en licht daarmee. Je krijgt last van het licht. Vooral omdat zeg maar hier dit gedeelte, dat zit, daar komt wel licht doorheen. Wordt wel licht doorheen gefilterd. Alleen dat is wazig en dat geeft verstoring. Denk maar eens aan een badcamera, want gehamerd glas. Zou je daar licht op sturen, geeft heel veel verstraling achter dat glas. En dat veroorzaakt zoveel ja, last, zoveel ellende irritatie, dan. Irritatie. Ja. Oh. Ja. En hier heb je een heel klein gaatje en daar moet je het dan mee doen. Met dat hele kleine gaatje, daar moet je dan zoveel mogelijk mee zien. Nou ja, probeer maar eens door een gaatje van 1,5 millimeter te kijken, 2 millimeter max. Ja, probeer daar maar door te kijken en dan de rest licht wat stoort. Daar word je niet vrolijk van. En toch ben ik altijd het zonnetje in huis. Nou, het rechteroog is volledig blind. Je ziet hier geen pupilwerking. Hier zie je dus littekenweefsel. Daar zijn ze behoorlijk bezig geweest in dat oog. Dan zie je hier littekenweefsel wat deels over het oog heen groeit. Dat was even het theoretische gedeelte van wat ik heb, zeg maar. Maar wat betekent dat nou voor mij in het dagelijks leven? Ja, zoals ik al zei, ik mis het overzicht. Dus ik ben altijd om me heen aan het kijken om een plaatje te creëren. En omdat ik ook nog heel wazig zie, zie ik pas dingen als ze best wel dichtbij al zijn. En dat zijn dan obstakels of mensen of zo. En ja, die herken ik natuurlijk gewoon niet. Of ze moeten bijvoorbeeld een hele felle rode jas hebben waarvan ik denk, oh ja, ja, dat is dus de buurvrouw. Maar goed, als ze dan weer andere kleren aan heeft, herken ik er dan weer niet. Dus ja, dat maakt het best lastig. En ik zie ook, omdat ik geen zicht heb in mijn slechte oog, ja, logisch. In mijn blinde oog zie ik ook geen diepte. Dus het is lastig met opstapjes, afstapjes. Ja, en omdat ik zo'n slecht zicht heb, heb ik natuurlijk een geleidehond die mij op straat helpt. En ben ik daar ook heel blij mee natuurlijk. Dus dat is een beetje hoe het op straat is. Maar van dichtbij kan ik bijvoorbeeld grote letters wel lezen. En op mijn iPhone gebruik ik natuurlijk spraak en hele grote letters ook. Dus er zijn ook allerlei hulpmiddelen. Daar heb ik ook wel andere vlogs over. Die mij daarbij helpen. Maar wat het belangrijkste eigenlijk is, is dat het dat ook het lezen, als ik dat visueel doe, dat gewoon heel erg vermoeiend is. En dat maakt het wel. Dat maakt het gewoon lastiger. Omdat ik ook eigenlijk elke dag wel overdag wel even een half uurtje of een uurtje extra slaap. En dan slaap ik s'avonds ook weer gewoon. Ik heb gewoon veel slaap nodig. Omdat die visus gewoon. Ja, die slechte visus die trekt gewoon ontzettend veel energie van mij.
Ik zit hier nu op een steiger om mijn verhaaltje te vertellen. En dit is eigenlijk hoe de omgeving hier nu uitziet. En dit is hoe ik het nu zie. Ik beschrijf even de volgende beelden voor de mensen die het visueel ook niet helemaal goed meekrijgen. Met deze beelden wil ik laten zien wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Dus beelden van vakanties, van tripjes waar ik heen gegaan ben. Of dingen die ik doe in het dagelijks leven. En daar heb ik een filter overheen gelegd wat eigenlijk mijn zicht nabootst. De wereld beleef en ja, misschien zullen jullie denken van oeh, dat is wel weinig, ze ziet wel weinig. Maar gek genoeg, alles wat ik zie, daar geniet ik ook van. Ik zie wel kleur en weet je, als ik een boom zie van dichtbij, dan weet ik wel hoe die er in het groot uitziet, weet je wel, in het echt. Dus ik fantaseer ook gewoon heel veel erbij en voor mij is mijn leven ook gewoon daardoor heel mooi en heel, heel rijk. Ook zelfs aan beelden, gek genoeg, in mijn hoofd. Ja, je ziet dat het ook lastig is. Dat ontken ik ook echt niet. En om de zoveel tijd moet ik ook echt een goed potje huilen. Dat ik weer even met mezelf in de knoei zit. En denk van, waarom zie ik zo slecht? En waarom gaat het allemaal zo lastig? Maar over het algemeen probeer ik er het beste van te maken. En probeer ik mezelf daarna weer een schop onder mijn kont te geven. En weer verder te gaan en te genieten van het leven. Want er zijn zoveel mooie dingen. En ik ben ook heel dankbaar voor de dingen die zelfs mijn slechtziendheid mij gegeven heeft. Zoals ja, mijn beste vrienden onder andere. En dat is gewoon prachtig. Dus ik hoop dat ik jullie deze boodschap ook kan geven. Van, ondanks dat je wat mankeert. Dat klinkt wel heel... Nou nee, laten we dat even anders zeggen. Ondanks dat je een beperking hebt. Dat je gewoon echt heerlijk van het leven kan genieten.